Sony Media. Hallo daar! Voordat je gaat luisteren, een leuke mededeling. Het is volgende week TAFKAL Week. Wat is het nou? Nou, van maandag 9 oktober tot vrijdag 13 oktober. Iedere dag een podcast met Ruben, Tel, Ruben, Jeroen en Patrick. Ah, ja. Onze twee vrienden zijn er ook bij. Waarom? Nou, het tweede seizoen van TAFKAL is op Videoland te zien vanaf 13 oktober. Maar we hebben extra leuk nieuws erbij. Waarom? Het tweede seizoen van TAFKAL op Videoland komt eraan. En we hebben volgende week leuk nieuws waar we het dagen over gaan hebben. Dus vanaf maandag de hele week extra luisterplezier. Yeah. TAFKAL, the artists formerly known as Lama's. Ruben Tijl, 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 Ruben. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, lieve luisteraar. Hartelijk welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Ruben Tijl, Ruben de podcast. Het is jaargang 4, aflevering 73. En deze podcast is te beluisteren vanaf 6 oktober in het jaar des heren 2023. Spreken wij. Goed dat iedereen er is. Goed dat jij ook luistert, lieve luisteraar. Dat is goed voor ons, want daar halen wij de drive vandaan, de passie om door te knallen. Maar het is ook goed voor jouzelf, of uzelf, lieve luisteraar. Want deze podcast is verkozen tot een van de meest educatieve podcasts van de Benelux. Echt waar? Nou, heb ik gehoord op straat. Ik hoorde dat mensen wel eens zeggen. Dat is misschien het meest verdachte. Als mensen zeggen, ik word er zoveel... die kijkcijfers zijn niet goed, maar ik word er op straat zoveel op aangesproken. Ja, ik krijg zoveel... Zoveel reacties. Ik zag ook laatst iemand... Ik hoorde heel veel mensen zeggen. Die had geschreven bij de Instagram... ik heb de number one bestseller geschreven. Zo, gefeliciteerd. Welke lijst dan? Maar die stond er niet bij. En toen ging ik het boek opzoeken en waar dat dan besproken werd, dat het de number one bestseller was. En dat was dan op de eigen... Hij heeft het zelf. Website. De enige plek waar... Wie is de auteur van dit boek? Nee, gaan we niet doen. Jammer. Maar het doet me wel denken aan, ik weet niet welke film, met Jim Carrey. Die komt langs een café en daar staat World's Best Coffee. En dan stormt hij naar binnen. Congratulations, you did it. You did it. De beste koffie van de wereld. Wow. Dus, nou goed. Ja, precies. Je kan het maar beter gewoon zelf verkondigen. En dan is het zo. Over educatief gesproken. Ik zat onlangs weer eens veel te lang op de wc te scrollen. Bij de zoekpagina van Instagram. Toen kwam ik langs. Op je wilt Instagram. Je borsten homepaged. Ja, het zijn niet alleen borsten waar ik naar kijk. Ik kijk ook naar recepten. En billen. En kattenfilmpjes. En, nou goed. Ja. En dus ook naar een app waar ze reclame maken. Om te stoppen met wat je aan het doen bent. Stop met dit scrollen. Ja. En ga dit doen. Ga deze app doen. Dat vind ik zo bold. Ja, dat vind ik dus ook. Dat is alsof je dealer zegt... Ben je nou alweer? Ben ik hier nou alweer? Jongen. Nou, daar gaan we dan hoor. Zou je niet eigenlijk? Het was een van de app en die belooft dan dat je heel veel kan leren. In plaats van dat je scrolt, maar dat je echt kennis opdoet. En toen ging ik kijken naar die reacties. Die reacties waren geschreven door hele rare namen. Zoals je daar hebt Busted Kate. Nou, dan denk je inderdaad weer aan die andere foto's die je ook wel eens tegenkomt. Ja, of iemand die betrapt is. Ja, maar in iemand de blote titel. Double busted. I-S-I-K-A-T-O-N-Y. I-Sick-a-Tony. I-Sick-a-Tony. Ik ben sick van Tony. Iemand die heet Recensiedinges. Vind ik ook wel een grappige naam. Iemand heet Ingrid Bam. Met drie emmen. Bam. Ingrid Bam. En eentje heet Realistic Customer 42. En de laatste heet Kelly, hoofdletter R. Kijk jou even aan. Kelly R. Ja. Kelly R. Dus ja, die doet wel recensies. Ja. Vanuit Prism. Makkelijk te kraken anagram hoor. Kelly R. Kelly R, daar komen ze nooit achter. Ja, precies. Oh. Nou goed. Dat dus. Hoe is het met iedereen? Jij zei dat deze podcast vanaf 6 oktober te beluisteren is.
Vanaf nu zijn we dus iedere week te beluisteren. Ja, inderdaad. De ene week regulier. Ja. Via de open kanalen, via je vaste open kanalen. En de vrijdag daarna. Een beetje viezig, open kanalen. Ja, ja. Je vaste open kanalen. Ja, en de vrijdag daarna. De vrijdag daarna natuurlijk. Onze backstage. We hebben daar nog over gevraagd van reageren. Wat vinden jullie daarvan? Nou, dat... Ik heb daar één reactie op gehad. En dat was van Rick Meijer. Ik vind het een slecht idee. Serieus? Ricky, what's going on, man? De podcast. Ja, is het ook wel een beetje. de podcast om een hond te posten. Ja? Oké. Okay, nou. Vindt hij een slecht idee? Ja. Maar niet waarom? Nou, Ricky. Hij vindt het een slecht idee. Ja, maar waarom, precies. Rick? Ja, ik weet het. Nou ja, omdat hij het waarschijnlijk het lekker vindt om door te kunnen luisteren als we bezig zijn. Ja. Maar je kan ook... Dus... Doseren, Rick. Doseren. Microdosing. Podcast. Podcast microdosing. Maar als dit het onderzoek reactie. Is, als dit het onderzoek is wat we gedaan hebben. Dus 100% van de reacties. Dit is wat ik heb binnengekomen, persoonlijk bij mij. Maar dus 100% van de reacties is tegen. We hebben echt honderden ik krijg zoveel mensen op straat die me aanspreken en zeggen die podcast perfect, één keer in de week. Maar ook mensen die het ook niet zeiden. Waarvan ik het ook wist. Oh, ik kwam zoveel mensen op straat tegen die er niet zeiden. Maar ik zag het aan. Die blikken, hè? Ja. Ja. Maar wat nog ook altijd kan, mocht er toch nog iemand ook dit gaat sturen. Niet alleen Rick Meijer, maar nog iemand vindt dat... Ja, dan... Dan gaan we natuurlijk de boel weer openbreken. Nou, we gaan het meenemen. Maar je kan hem ook wel posten. En voor degene die het wel al willen luisteren. Die kunnen dan luisteren. Ja, en die anderen die zeggen, denken van, nou, ik wacht een weekje. Bewaren voor volgende week. Ja, ja. Nou ja. Nou goed. Laten we er niet te lang bij stilstaan. Nee. Ik heb nog iemand, die had, want ik was toch in de persoonlijke dingen. Ja. Peter van Helsdingen heeft de Firm weer gekeken. Wat een goede film is dat toch? Ja, wat een goede film. Echt een geweldige film. Ah, maar het boek is toch spannender. Ja. Bam. Dus. Dat komt ook om de week uit, hè, dat boek. Ik heb serieus dat boek gekocht van John Grisham. En ik heb er niet in gelezen. Maar ik heb hem. Maar hij ligt op een stapel van boeken die zegt... Ja. Ah, je leest helemaal niet. Dat zegt die stapel boeken tegen mij. Ja. Je leest ons helemaal nooit. Wat ben je voor lezer? Lees je wel op vakantie? Ja. Nou, hier. Maar ik ga nooit op vakantie. Nee, ik ga te weinig op vakantie. En als ik van ga, dan ga zijn vaak korte tripjes. En daarom. Die zijn dan vaak intensief. En dan heb je niet een boekleesmoment. Je moet ga ik aan werken? Ja, precies. Ga dat doen. Maar goed, mijn vraag was, hoe gaat het met je? Ja, dat gaat goed. Beetje druk. Ja? Sinds ik terug ben van vakantie. Maar allemaal toch, geloof ik. Ja. Eigenlijk mag niet klagen, er wordt gewerkt. En ik was dit weekend naar de Kibbeling Sound. Maradoni trad op in AFAS met alle... Is het nou rapper Donny of Maradoni? Nou, kijk, het is in de rap scene kan je heel veel namen hebben. Je kan meerdere namen Puff hebben. Puff Daddy, Sean Combs. Onhandig voor die postbodes, hè? Als je daar denken ze niet over na, hè? Nee, Willy Wartal, Wibba. Eigenlijk Oliver. Ja, precies. Nee, maar ik weet het. Geen Maradoni heet. Donald. Ik heb heel lang niet geweten dat Willy Wartaal een artiestnaam was. Jij zei continu meneer Wartaal. Mag ik u wat vragen? Meneer Wartaal. Blijf staan, meneer Wartaal. Maar goed, dat was heel gezellig. Meneer Jejo, weet u waar meneer Wartaal is? Jejo. Hey Jejo. Was het goed? Het was René Vroger natuurlijk, Fransje Duits. Ja, Roxanne Hazes. Oh, wat gezellig. Wolter Kroes. Oh. Ja, joh, het was een feest, was het. Oh, wat heerlijk. Dus jij, iedereen gedag zwaaien om 12:30. Laatste metrootje naar huis vanuit Zuidoost. Ik ben nog... 1 uur in bed. Nog even wat wijze drinken met René. Oh, gewoon even kort 2 biertjes klaar. Precies. Oh, dat is een 5-nummer is dat toch, die man? Ja,
Ja. Zeker, zeker. Dat was, maar ze konden terugkijken op een goed concert, dus ze waren ja, een goede bui om, in, ja, om eens goed zeker te afteren. En ben je in de AFAS gaan wat gaan drinken? Of, Ik ben bij René Vroeger thuis uiteindelijk. Hé, hey, kijk eens aan. Oeh, Vroeger uit. Vroeger uit. Dat, nou, het is niet lastig. Het is gewoon, ja, het is lastig wegkomen. Nee, je moet, dat is het, lastig je wegkomen. Kan, je kan, de me, wat de meest proberen is verdedigend drinken. Dus gewoon ja, alles. Met alles voor de goal hangen. Alles over de schutting gooien. Alles wat je krijgt. Over schutting, plantenbak. Over de maar, flanken, weg. Ja. Over de flanken, flanken, flanken. En voor de goal hangen. Maar dan gaat die Cola Tiki-Taki. Ja. Cola Tiki-Taki voetbal spelen. En dan ga je. Cola Tiki-Taki. Ja, nou precies. En dan valt ja, de ene borrel naar de ander. Oh. Uit onmogelijke hoeken weet hij nog wat in te schenken. Ja. Ja, dat is laat geworden. Ja. Nou, klasse. En jij? How you doing? Nou ja, goed. Ik zat natuurlijk gisteren in de Johan Cruijff Arena. Ik zat voor de wedstrijd in de kleedkamer. Dit nemen we op, dames en heren, op maandag 25 september. De dag na de klassieker. Ja. Dat dus zeg ik er bij. Ik zat in de kleedkamer en ik zei tegen die Sven. Jongens. Of had je Sven al weggestuurd? Nee, daar kom ik zo op. Oké. Okay. Ik zei, en ik geef toe. Is Maurice er dan bij als je staat te praten met die spelers? Of is hij dan? Ik ga hem heel even in bescherming nemen. Ik ga heel even zijn privacy respecteren. Mooi. Dus ik zei tegen de jongens, we gaan een jonko klappen. We gaan een jonko klappen? Ja, we gaan, ja. Het zijn jonge jongens. Voor de wedstrijd. En ze zijn gespannen, dat zie je aan alles. Ja, dus dat ik zei, kan je wel zien, ja. Dus ik sta, dus ik was naar de Dampkring gegaan en ik had flinke jongos meegenomen. Wat ik denk, nou ja, ik denk dat we, als je ergens relaxed van wordt, dan is het dat. Nou is dat in combinatie met topsport, laat ik zo zeggen. Ik heb zelden een grotere inschattingsfout gemaakt. Want ik stond daar voor de jongens. Don't you wow, eh? About the thing. Every little thing. Every little thing. It's gonna be alright. Ja. This is my message to you. En toen voelde ik dat als je bijvoorbeeld gespannen bent, ja, onder druk staat en je gaat blowen, dat het soms erger kan worden. Dan kan het, ja. Ja, dat is volgens mij wat er gebeurd is. Wat er gebeurde. Ja. Ah, wat jammer. Wat jammer. De balcontrole wordt wat minder, hè? Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk niet makkelijk nu. Oh, vreselijk daar. Het is niet makkelijk, het is niet makkelijk, het is niet makkelijk. Ik doe wat ik kan. Ik doe wat ik kan, jongens. Ja. En your hands are tight. Nee, zeker. Ik ben natuurlijk niet, dat wil ik even benadrukken, niet officieel in dienst van de club. Maar als jij... Dus jij kan gewoon ergens een vak inhollen en een paar fakkels het... Maar ze kunnen jou dus ook niet ontslaan. Ja, noem het een noodgreep. Maar je hebt wel de schade beperkt. Maar ik dacht, het kan wel eens 0-6 worden. Ja, nou. En dat gaat niet gebeuren. Nu niet bij mij heel lang. Kijk, en nu wordt die wedstrijd om een ander moment uitgespeeld. Nou, dat gaan we rekken. Dan zeg ik, oh, dat kan ik niet. De telefoon niet opnemen. Nou, dat werkt. Ja. Totdat je selectie weer op peil is. En dan, en dan wordt het 4-3. Oh, 4-3. En dan heb je een ESPN-documentaire, hoor. Ja. Ja. Nou, een kleintje, maar dan heb je er wel eens. Zeker. Nou ja, goed en zo sprokkel je het bij elkaar. Maar ik heb wel gezegd, ik heb naar de top gekeken. Emmen, MVV, De Graafschap, VVV. Ja. Ik bedoel, in die play-offs heeft Ajax echt geen kind aan die ploegen. Dat dus dat helemaal komt helemaal weg. Goed? Ja, dat komt helemaal goed. Ze gaan nooit degraderen. Ik zeg, dat gaat nooit gebeuren. Okay. Ik ben ook naar het bestuur gegaan. Ik zeg, dat gaat nooit, dat garanderen. Ik maar toen was je stoned. Toen stond je bij dat bestuur. Was dat het bestuur? Of waren het gewoon mensen op de tribune met een pakken? Er was een kale man bij. Ik denk dat het Jan van Hals was. Die zag eruit alsof hij een leidinggevende functie had. Oké. Okay. Oh. Nou ja, het is wel zo. Die club staat wel in brand, zeg. Niet zo. Niet te, dat is echt onvoorstelbaar. Dat er 3 jaar geleden werd gezegd... Ajax kan nooit meer worden ingehaald. Nee. Nooit meer. Ja, inderdaad. Ajax is de Voyager. Die is miljarden lichtjaren ver weg. Die kun je nooit meer inhalen. Die is vanaf 77 vertrokken. Ja. En het, ja, dan zie je, het blijft toch mensenwerk, hè? Mooi, mooi hoe je dat zegt. Maar hoe worden we nu gegijzeld?
toch? Door die, je hoeft maar een paar dingen op het veld te gooien. Ja. En dan is het staken. Ja. Dus je moet gewoon gegijzeld. Nou, ik ga dat ook bij vergaderingen doen. Hup. Ja, hop. Fakkel erin. Sterretje. Nou, nog eentje en we stoppen. Ja. Deze vergaderen. Ja, vergadering, okay. 15 minuten stil. Afkoelingsperiode van deze vergadering. Heerlijk lijkt me als dat. Als het nog één keer gebeurt. Ja, precies. Oh ja? Hop. Strijker. Ja. Bang! Ja, vergaderverbod voor een jaar. Ja. Mag je een jaar niet vergaderen. Moet je als er een vergadering is, moet jij je melden bij de directie. Ja, bij de security beneden. Dan moet je naast zijn... Dat is boven een vergadering, dus ben ik weer. Ik kom me even melden. Oké. Okay. Goed. Nou ja, dus dat was... ik heb de verraders net opgenomen. Dus ik was 14 dagen weg. Ja. En ik ben zaterdagochtend teruggekomen. En toen was mijn zoon jarig. Althans, dat hebben we geheim voor hem gehouden. Want ik kwam 7:30 ochtends thuis na een nachtrit. Dus ik moest er even slapen. Dus het verjaardag gisteren gevierd. Dat was hartstikke leuk. Oh, goed zo. Goed zo, goed zo. Van harte gefeliciteerd nog. En jij? Zien jullie... Leuk dat je het vraagt. Zien jullie misschien deze wond in mijn gezicht? Nou... Hier een jaap. Oh ja, ik zie een soort schilfertje. Je hebt een nieuwe vriendin. Nee. Maar wij hebben een kat. Oh, ja. Ah ja. Maar die kat, die heeft een lang haar. Een vacht met lang haar. En hij is nog een kitten. Want hij is maar 8 maanden. Hij is wel 8 kilo. Dus voor een kitten is dat vrij heftig. Dat is een maar goed. maar hij heeft lang haar. En de laatste tijd neemt hij zijn poep nog wel eens mee uit de kattenbak. Want het zit dan nog in dat haar. Oh ja. En dus tegenwoordig... want de eerste keer zag ik hem zo heel raar een beetje lopen. En toen dacht vierwielen. Ze reed al veeg aan het tapijt. Ja. En toen dacht ik, oh ja. Oké, dus toen heb ik hem opgepakt. Heb ik hem in de badkuip gedaan. Heb ik hem een beetje met een hand, met een washandje en een beetje een douche, een beetje zo. Wap. Nou, toen had ik hier welke washand was dat? Voor als ik weer eens bij je logeer. Oh, dat ik... Ja, die gisteren gebruikte die... die vroger. Wat een kater. Zijn deze washandjes ingesmeerd met musk? Nou. Maar toen had ik dus, ik had hier wonden. Nou, hier, kijk eens. Hier wonden. En op mijn been. Niet goed samen en toen met water. De tweede dag, toen was het weer zover. Ja. En toen heb ik hem bij zijn nekvel gepakt. Beter. Bij zijn nekvel, in bad, vastgehouden. Weer schoongemaakt. Nou, ging perfect. En ik had hem gewoon goed stevig vast in zijn nekvel. En het was klaar. Ja. De behandeling was over. Dit is belangrijk voor het verhaal. Ja. Het was dus klaar. De douche was uit. Ja. Er zat geen washand meer aan zijn reet. Het was gewoon klaar. Dus ik til hem rustig eruit. En had het echt opgespaard, zijn voeten. Ja hoor. En ik heb hem hier vast. En hij doet dit. Wauw! Hij haalt uit. Hij haalt zo hard uit. Nou ja, ik heb een foto. Je denkt gewoon, je bent gewoon te pakken genomen op straat. Het is vreselijk. Het is vreselijk. Ja, het is echt die nagel heeft erin gezeten. Ja hoor. Kijk eens. Oh ja, ja. Oh. Dit was zo. Seconds after disaster. En ik wil dus elke keer deze aan mensen laten zien. Of dan appen. En dan zeggen... You should see the other guy. En dan dat hij aan zichzelf aan het schoonlikken is. Ja, dat is het. Maar goed. Maar het gaat wel. Dank. Ja. Goed, laten wij ook gaan beginnen. Laten we eens onze verhalen op tafel leggen. Want wat voor leuks ga jij... Welk vlak moeten we het zoeken bij jou? Nou, ik ga het hebben over nostalgie uit de jaren 90. Die zijn oorsprong vindt in de jaren 50. Maar rijkt tot het heden. Potverdorie. Dat, dat is een belofte. Zelf wil ik een fascinatie met ons allen en met u allen delen. Een gezonde fascinatie. Die ik al jaren blijkt te hebben, bedacht ik me laatst. En u, meneer Van der Meer. Nou, als ik daar al zo hoor, zou dat één op één... We hebben toch niet gewoon allebei hetzelfde... Dat zou wat we zijn, hè? We allebei exact... Jij beschrijft het zo, dan denk ik... Ik ga Hitchcock verbinden aan Better Call Saul. Oké. Nee, nou ja. Klasse. Oh, ik had het precies andersom. Oh, een toeval. Nee hoor, nee. Ik heb... herinnert u zich deze nog? Ja, precies. Ah, ja.
Oké, okay, dan ga ik beginnen. Ja. Twee weken geleden las ik in de Volkskrant artikel van Mark Moorman dat het op 10 september 30 jaar geleden is dat The X-Files is begonnen op de buis. Ja. Toen nog op Veronica. En dacht ik, jeetje, 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. Dat voelde als gisteren. Uitgebreid artikel. Want de hele serie staat nu op Disney+. Op zich is dat natuurlijk niet zo bijzonder. Er staan heel veel oude series op streamers. Maar dit was wel toch wel een bijzonder verhaal. Want hij had aardig wat gekeken, deze journalist. En hij zei dat het echt wel overeind is blijven staan. Inmiddels heb ik zelf ook 22 afleveringen bekeken. Want ik was weg voor de verraders. En ik had verder natuurlijk geen kinderen bij me. En geen vrouw. Ja. Dan heb je heel veel tijd te doden. Ja, precies. Ja. En ik moest 9 uur heen rijden, 9 uur terug. Dus ik heb best wel een slag kunnen maken. En voor een serie die 30 jaar oud is, is het inderdaad totaal niet door de mand gevallen. Special effects misschien een beetje. Ja. Maar qua gevoel. Ja. Voor de jongere luisteraars die denken, X-Files. Wat is dat precies? Ik ga afhaken. Ik ga swipen. Ik swipe de podcast naar links. Fuck that shit, die oude kwakkas. Kwakkas? Weet ik niet. Dit heb ik ook allemaal gebruikt in de kleinkamer bij Ajax. Want je bent op een gegeven moment begonnen aan het proberen echt op te pakken. Ja, weet ik. Zijn jonge maar je verzint het gewoon ook. Met kwakkas. Oude kwakkas. Klinkt toch als Klinkt als kwakkoes. En wat zijn dat? Ik weet ik niet. Festivals. Ik weet kwakkoe festival, maar of het iets is. Is dat gratis? Het zal iets zijn, kwakkoe. Is dat een gratis festival? Je denkt aan een zaad van een stier. Kwakkie van een koe. Oké. Terug naar X-Files. Terug. Ik moest daar helemaal niet aan denken. Nee, totaal niet. Nu wel. Nu zie ik het zo'n koe ontevreden kijken ook. Maar het is een koe, dus die heeft helemaal geen kwakkie. Nou waarom? Ja. Waarom kan ik iedereen toch aanbevelen om daarmee te beginnen met die serie? Omdat het een serie is die begon in 1993 aan de vooravond van de periode die bekend staat als Peak TV. Ik weet niet of jullie wel eens van Peak TV gehoord hebben. In Amerika worden er twee glorieperiodes aangeduid, de jaren 50. Dat is de eerste glorieperiode. Sommige kenners zeggen, er is ook nog een tweede, was namelijk de jaren 80. Over het algemeen wordt die niet als een glorieperiode aangeduid. Maar de periode die begint in 1999 met de Sopranos. Ja. Maar glorieperiode van televisie? Ja, Peak TV. Peak TV wordt gezien als een periode waarin TV. Ja, heel veel hoogwaardige producties. Ja, en precies. Dat kwam doordat je on-demand, het waren nog geen streamers. Nee. Maar je krijgt on-demand televisie als HBO, waardoor het ook internationaal kon. Ja. En daardoor werd er meer geld verdiend en kreeg je hoogwaardige producties zoals Six Feet Under, Sex in the City is ook uit die periode, ja. Mad Men, Lost, echt grote internationale series. 24 is allemaal, dat is dus Peak TV. Daar zit dit dus een jaar of 6 voor. Dit was zeg maar de voorbode. Ja. Het is bedacht door Chris Carter, die niet zo lang geleden een artikel schreef naar aanleiding van de verjaardag van X-Files, 30 jaar, in de Washington Post. Ik moet toch even uitleggen voor de luisteraars die echt niet weten wat X-Files is. Ja. Het zijn twee agenten, FBI-agenten, Dana Scully en de hoofdpersoon Fox Mulder. Zij runnen samen een afdeling, die X-Files, en dat zijn eigenlijk dossiers die niet kunnen worden opgelost door de FBI. Omdat er altijd iets paranormaals aan is, bovennatuurlijk. Iets met buitenaards. Maar uiteindelijk gaat het meeste over UFO's en buitenaards leven. Want Fox Mulder is toen hij 8 was zijn zusje kwijtgeraakt bij een ontvoering. En heeft zijn hele leven in het teken gesteld om detective te worden, rechercheur te worden, om haar terug te vinden. En hij is een uitstekende agent. Hij wordt zelfs zo hoog aangeschreven dat ze denken, nou ja, dit wordt de next best thing. Maar hij bijt zich vast in die X-Files. Dus Dana Scully,
Zijn vrouwelijke compaan die wordt naast hem gezet om het eigenlijk te smoren, die hele zoektocht. Maar het wordt alleen maar groter en groter en groter. Als je dan denkt, hoe groot? Nou, het zijn 11 seizoenen. Dude. Met in totaal 238 afleveringen. Wow. Daar kan je je tanden even in zetten. Begonnen in 93 tot 2002. Er zijn twee films gemaakt. En in 2016 zijn ze als middle-aged detectives weer teruggekomen. Tot 2018, 11 seizoenen in totaal. Wauw. Gillian Anderson speelt Dana Scully. David Dukowski speelt Fox Mulder. Heel toevallig, een maand geleden was ik in Den Haag in het Paard. Zag ik een poster van hem hangen, want hij treedt ook op. Hij zingt. Zij is inmiddels 60. Hij heeft het na deze serie best zwaar. Hij heeft nog een Californication gezeten. Precies. En het zwaar gehad, want hij heeft een verslaving waar ik het niet over wil hebben met jou gehad. Waar die een seksverslaving. Maar ja. Ja. En dan heb je het zwaar gehad. Nee, maar hij is verslaafd geweest aan seks. Oh. En dat is, ja, en is hiervoor behandeld, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Nou, ik heb heel veel medelijden met hem. Voor luisteraars die net inschakelen, één van ons drie, en ik zeg niet wie, vindt het woord seksverslaving geen Nederlands. Zeg ik het zo goed? Nou, die bestaan net zoals honger in Wassenaar. Ja. Toch? Ja. Ja, of nee. Is er honger in Wassenaar? Zuurstofverslaafd. Ja. Zuurstofverslaving heb ik ook. Als ik heel lang mijn adem inhoud, dan... zeg mijn lichaam, je hebt zuurstof nodig. Ja, ja. En volgens mij werkt het ook zo met seks. Ja, precies. Als je, en sommigen die kunnen heel kort maar hun adem inhouden. Zo moet je het zien. Grote longinhoud, ja precies. In ieder geval, het was een verschrikkelijke verslaving. Want hij is er al onderdoor gegaan bijna. Ja. Ja. Achterlangs, onderdoor, alle ze kanten. Met 10 paden moesten ze hem echt... Dat hij echt verslaafd was, stond als een paal boven water. Toch? En wat, het was... Maar gelukkig hebben de dokters hebben zich hard gemaakt voor... voor zijn herstel. Snel relief. De serie is opgebouwd uit de zogenaamde Monsters of the Week. Dat is dan een aflevering die gewoon over één ding gaat. En er is een soort mythische verhaallijn die zich langzaam afpelt. Namelijk dat de overheid... Al vanaf 1947 weet dat er buitenaards leven is. Daar contact mee heeft en onderhandelt zelfs over kolonisatie. Dat is wat zich heel langzaam in die 11 seizoenen afpelt. Het is heerlijk om naar te kijken. Het is namelijk een duistere serie. En dat is wat Chris Carter, de bedenker, ook wilde. Die heeft heel gekeken naar Hitchcock. Ik weet niet of mensen dat iets zeggen, maar Alfred Hitchcock, een van de grootste regisseurs van de vorige eeuw. Hij heeft klassiekers gemaakt als Psycho en Marnie en Birds. Die had in Amerika ook een bekende horrorshow. Hij heeft ook gekeken naar Kojak, naar De Wrekers, John Steed, Emma Peel. En voordat je denkt, god, dit graaft wel heel erg... Ik heb op het web niets gevonden over is opgebouwd. Ga maar even weg. Okay. Annuleer. Ja, annuleer. Stop. Ik wil niks. Sorry, ik heb geen interesse. Siri, ik ga je onderbreken. Siri. Echt, ik wil nog eens een keer een seriemoordenaar. Mooi. Siri, ik ga je heel even onderbreken. Siri. Is toch verschrikkelijk? Gaat maar door. Ja, echt. Maar ik had waarschijnlijk alle trigger points. Ja. Buitenaards leven, overheid ontkennen. Oké, dit is creditcard, seksverslaving. Zet Siri in. Okay. Stop hem nu. Zet Siri in. Je zegt natuurlijk de hele tijd serie. Wat een goede serie. Serie. Deze serie moet nooit stoppen. Ja. Een van de schrijvers die betrokken raakt bij deze serie, en niet serie, is Vince Gillian. Die schrijft 36 episodes mee. En hij wordt later, in 2006, de bedenker van Breaking Bad. En de bedenker van Better Call Saul. Het was natuurlijk zo'n uitgebreid team wat daar werd opgetuigd. Ja. Eerste seizoen is 20 afleveringen. 20 afleveringen. Ja. Maar dat gewoon iedere keer 3 kwartier. Dat is best wel high production value de hele tijd. Nou ja, en gewoon veel schrijvers is toch ook wel echt wel... Maar die kregen ook de vrije hand. Waren best wel bizarre scripts.
Ja. Het gaat over mutanten, over weerwolven, over Amish volken die opeens... Rituelen. Best wel echt een weirde shit. Er zit zelfs één aflevering bij die doet denken aan de Texas Chainsaw Massacre. Die zo duister was dat hij niet meer herhaald mocht worden. Maar het mooie is dat Chris Carter, de bedenker van X-Files, zijn wortels heeft in die oude jaren veilig televisie. Die eerste glorieperiode. Eigenlijk nog voor de piek zat. Ja. En daar zijn weer mensen opgeleid die ons nu vermaken. Want Better Call Saul, Breaking Bad, dat zijn toch wel de iconische series van nu. Van nu. Dus ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Omdat het een beetje een ondergeschoven kind is. En X-Files. Ik neem aan dat je daar nog niet bent. Maar hoe was het? Want ze zijn dus een paar jaar weg geweest. En toen zijn ze weer teruggekomen. Nee, daar ben ik nog niet. Nee, het zijn 238 afleveringen. Ja, maar ik weet niet of je die toen ze een comeback maakte. Nee, of je dat hebt meegekregen. Nee, dat is soms... Dat, ik weet niet of jullie ook dat met strips hebben. Die lees je tot een bepaald nummer. En dan stop je. Dan begint je puberteit. Ja. En dan gaat het gewoon door. Ja, en dan precies. Denk je, huh? Er zijn gewoon 50 strips bijgekomen. Nee. Maar ik heb dus nooit meer... Ik heb het ook niet geregistreerd. Kusken en Wisken ben je ook gewoon opgegeven. Ik heb het dus ook niet geregistreerd dat ze in 2016 zijn gekomen. En, Nou, ik heb het toen wel een paar keer gekeken. En ik vond het wisselend. De ene keer vond ik de aflevering echt heel tof. De andere keer dacht ik, ja, oké, nu weet je van... Oh ja, nu kan alles. Ja, nee, dat... Maar ik vond het wel erg grappig hoe ze alles spannend maakten. En met het iconische muziekje. Dus ik heb daar wel nog een parodie op gemaakt met Horace. Want wij hadden toen een sketchprogramma. De Sex-Files. Nee, het was gewoon de X-Files. Ik was Mulder. Ja. Wacht even. Mulder was de guy. Ja. Was de man. Ja. Nee, Horace was Mulder. Ik was Scully. Ik was echt wel een knappe Scully, moet ik zeggen. Ja, en zij kregen een file en dat moest onderzocht worden. En daarvoor moesten ze naar Nederland. Want er was daar een gek ritueel aan de gang. Een oude man op een paard die een knecht had. En dan kinderen ontvoerde en meenam naar Spanje. Klasse. Ja, klasse. Dus toen hebben we nog gedraaid tijdens de optocht van Sinterklaas in Amsterdam. En liep ik daar als Scully. Gaan we kinderen huilen. Die man moet weg. Ja, nee, het was, maar wat een serie, man. Nou ja, en weet je, ik snap dat het een enorme run is. Maar het is best wel tof omdat dat ui-verhaal langzaam af te pellen. Ja. Het is echt goed gemaakt. En het is nog echt gemaakt ook om wekelijks te kijken. Ja. Ik weet dat het was op dinsdagavond om 11 uur. En dan ging ik altijd bij mijn broer kijken, want dat was op Veronica. Het was toen echt state of the art. Het was zo modern en nieuw en gaaf. En het enige wat ik daarvoor kende qua series was Miami Vice. Miami Vice en Cheers. Hill Street Blues, ja, precies. Dat was ook een goede combi altijd. Was eerst Hill Street Blues en daarna Cheers. Topavond was dat. Maar als je seksverslaafd bent, zeker. Ja. Even uit, toch? Heel even eruit. Ja. Hop. Even op. Je gedachten is het, cheers, mate. Cheers, daar gaan we weer. Maar dat was, en dan ging ik altijd... Wij aten dan om 6 uur thuis. En dan daarna gingen we dan nog om 10 uur naar de snackbar. Om 11 uur klaar te zitten met snacks. Voor X-Files. De snacks. En ik weet ook dat ik het dat we het niet altijd konden kijken. Dan had ik een videorecorder, want ik was 20. Die had ik verdiend met geld verdienen op het strand. En dus gekocht. Maar dat het me ook niet altijd lukte om hem precies op te nemen. En dat je dus wel eens het einde niet had. Oh. Nee, dat is... Ja, dat is... ja maar je moest helemaal de tijd instellen. En, ja, precies. Hij zei niet... Ik check het wel. Ik regel dat programma toch? Ik weet dat wanneer geef het mij is aan. Afgelopen. Ja. Nee, dat doe ik niet. Een videokeer dat hij vroeger... Je hebt gezegd van 11 tot 12. Ja. En ik snap wel dat je dat programma wilde. En ik weet ook dat dat door omstandigheden begon. Ik zag het einde en dacht, dat is wel een plot twist. Ja. Maar ja, jij zei 12 uur stop met opnemen, dat heb ik gedaan. Dus ik heb het ook niet, ik kan het je ook niet vertellen, want ik weet het niet. Het klopte dus ook niet altijd helemaal wat er in de gids stond. Nee, natuurlijk niet. Ja, die good old gids.
Nee, ook... maar dat moesten ze een week van tevoren al naar de drukker brengen. Nou, een week. Nog wel langer. En dat moest je per brief doorgeven, hè? Dat was niet via een mailtje of nee. zo. Nee. Dat werd allemaal telefonisch doorgegeven. Dit is wat wij gaan uitzenden. Ruurt, gauw, pak de trekschuit. We moeten nog een naam passen. Ja, maar vanaf 1996 kon je dus op VHS huren in de ja. videotheek. Dan kon je alles... Dat is het eerste bintje geweest. Ik heb Lost wel echt gebinged. Maar ik heb het einde ook niet gezien. Nee. Omdat het nee, op een gegeven moment dat seizoen... Was zo, dat hadden ze zo'n hoog spel gespeeld met Lost. Pemig, maar seizoen 180... Lost gaat over een vliegtuigcrash op een eiland. Ja. Allemaal overlevende. Met modellen. Ja, knappe mensen. Ja, echt. Ik heb gesmuld van die serie. Ja, zeker. Maar je dacht echt, ik ben zo benieuwd wat dit is. Ja. En uiteindelijk waren ze dood. En was dit soort precies. van de hemel. Ja. Gekke hemel. Maar goed. Ja. hebben jullie wel eens een schok gehad? Hebben jullie eens onder stroom gestaan? Je hebt een keer in zo'n kooi gestaan. Ja, de kooi van Faraday met een miljard volt. Een half miljard volt. Ja, het was krankzinnig. Zei ze, als het op je lichaam komt, ben je dood. Ja. Maar jij mag gewoon in het midden staan. Ja, dit was voor een wetenschappelijk programma, lieve luisteraars. Dat heette professor Nicolai Dr. Beckhand. En daar stond Tijl inderdaad in een kooi. En daar gaat dan zoveel stroom doorheen. En toen had... Je had een soort maliënkool eraan. Een soort middeleeuws pakje. Een pak van kipgaas. Bam. En je had een ijzeren stok vast. Waar het doorheen moest. Precies, ja. Ik kon er ook mee... Inderdaad. Oh, man. Maar daar heb je niks van gevoeld? Nee. Heb je wel eens een schok gehad waar je die wel voelde? Wij hadden dat spel natuurlijk bij de grote improvisatieshow. Ja, elektrische schokken. Op je benen. Op je benen en op je arm. Christus, ja. Heel vervelend. Die waren heftig, toch wel. Ja, heel vervelend. Op een gegeven moment was het zo veel achter elkaar. We speelden een scène, maar dat ik gewoon even op de grond lag. Ja. En geen idee meer had waar ik überhaupt was. Oh ja, studiolampen. Oh ja, ik ben hier. Ja, maar het ging zo. We hadden in de repetitie van die dingen omgekregen. En die gingen van 0 tot 10. Ja. En toen kreeg ik tijdens de opname. En toen vroeg die vrouw, op hoeveel wil je hem? Op 3? En toen zei ze op 3. En toen zei ik, ja. Want dat is wel goed. Ja. Dat is van 1 tot 10. Op 3 is prima. Ja. En toen kreeg ik een schok. Niet normaal. Heb je toen gevloekt? Ik heb gegild. Gegild. Het was een hoge gil die overging in een soort oer. Toen zei ik, dit is geen 3. Zei ze, wel, is wel 3. Ik zei, ik heb het vanmiddag getest. Het was 10. Toen was het 1. Nee, je hebt 3 standen. 1, 2 en 3. En zij had de hoogste voorgesteld ook. Ja, ook een rotstreek is. Ja. Zeg dan gewoon eerst. Ja. Zo eerst 1 even proberen. Ja, precies. Ja. Je hebt het geprobeerd bij de repetitie. Dat was gewoon een andere... Ja, een andere, het is gewoon een heel ander systeem. Ja, precies. Ja, dat is ook vermoeiend. Maar goed. Ja. Maar en vroeger ook wel eens strikdraad? Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Dus we weten allemaal hoe... Ik ben ook wel eens een keer getaserd voor het programma... Oh ja. Try Before You Die. Waarom? Dat wil je absoluut een keer voordat je dood... Oh nee, dat wil je helemaal niet. Nee, niet erover nadenken. Ik dacht, ik ben getuizerd voor de erfgenaam. Ik kwam bij iemand voor de deur. En die wou dat niet. Die wou niet dat ik op zijn erf kwam. Nee, maar het is nog erger. Ik werd dus getaserd. Dus een van de andere presentatoren van BNN moest mij taseren. Toen ging Filemon schieten. Maar Filemon was toen niet zo heel goed in mikken. Dus hij moest gewoon, want 2 van die pijltjes met weerhaken gewoon in mijn borst schieten. Maar dat is toch ook al vervelend? 2 pijltjes met weerhaken? Oh, het wordt nog veel vervelender. Nou, ik kan het wel gelijk vertellen. Want na alles, wat vreselijk was... hoorde ik allemaal mensen een beetje overleggen. En een week later werd ik gebeld. Ruben. Dat item van die taser. Ja, dat kunnen we niet uitzenden. Wat? Ja, we hadden dat ding illegaal. En als we dat uitzenden, dan zijn we in overtreding. En dan krijg jij misschien een strafblad of wij. Of... Hè?
En daarom gaan we het niet uitzetten. Nee. Nee. Dus ik heb dat voor niks gedaan. Ja, daar komt het op neer. Dus hij schoot die twee pijltjes zo vlak boven de penis. Als we een Marsheuvel hebben, als dames schede. Een Venusheuvel hebben, dan bij de Marsheuvel. Daar. Dus echt centimeters boven waar de penis het lichaam verlaat. En het is inderdaad wel... Je kan helemaal niks. Je kan alleen maar omvallen. Maar goed, we weten dus allemaal hoe het is om... We weten allemaal wat, is, wat de elektriciteit is. Ja, en nog iets anders. Het item dat jij Filemon aftrekt. Dat kunnen we waarschijnlijk ook niet aftrekken. Wat? we hebben het gewoon niet. Maar... Nee, we hebben het niet. Time before you die. Hey, je moet het wel een keer geprobeerd hebben. En dat heb je. En dat heb je. Dus... Nee, maar we hebben het gewoon niet gefilmd, denk ik. Denk ik? Hoezo denk ik? We hebben alleen het geluid. Waarom? Wat? Waarom nog wel het geluid? Nou, dat is ook waar deze podcast educatief wordt. Hey. Want wat weten jullie van onweer? Komt uit de lucht. Ja, maar dat is het, hè? Een beetje. Bliksem. Elektrisch geladen, bliksem, moeilijk deeltjes. Nee, nog niet één. Atoomdeeltjes, geladen atoomdeeltjes. Nee, atoomdeeltjes. Elektrisch, hoge drukgebied. Jan Pelleboer, seksverslaving. Van Jan Pellepoel. Regen. Nou, dit is helemaal niet erg. Heet de bliksem. Daarom ben ik hier. En daarom is de podcast hier. Aardappelpuree met appeltjes. Om dingen te leren. Thunder. Stop. Stop met raden. Het is een educatieve podcast. Ja. Want weten we nog hoe het zat met het standbeeld van de paarden? Als een paard één been in de lucht blijft dan? Daar heb ik het dus over gehad, maar ik wist niks meer. Ik zeg, ik kwam echt door. Hey, ik was met mijn vader. Hey, kijk, dit trouwens, als dus... Eén been is op het slagveld. Het betekent iets. Op het slagveld. Het betekent iets. Op het slagveld. Ik heb ook op het slagveld Eén onthaar. Been dat in de lucht over. Is gewond. Gewond. Tijdens het slagveld. Oh, ja. Twee benen is gestorven. Niet gewoon de laatste letter even herhalen. En dan doen alsof je het ook weet. Nee, maar ik dacht, voor mij schiet me ook niet. En vier benen op de grond. Dan leeft hij nog. Bij het maken van het beeld. Hij is een natuurlijke dood gestorven. En natuurlijk is hij gestorven. Tuurlijk is hij gestorven. Tuurlijk is hij dood. Ja. Je krijgt toch een standbeeld dat je nog leeft. Dus, terug daarom. Naar de educatieve kant van deze podcast. Ik wist het. Ik hoor het. Klas hoor. Ja, ik wist bijna niks meer. Mijn fascinatie mijn gezonde fascinatie is onweer. Onweer. Ja. Dit heb ik nog niet verteld. Dus dit kan je niet weten. Hou op met meepraten. Educatief. Terug naar het educatieve. Zal ik nog iets vertellen over seksverslaving? Ja. Okay. Maar wat onweer dus is eigenlijk? Nee, is een reden om lekker binnen te blijven. Jij weet helemaal niet wat onweer is. Is een reden om lekker binnen te blijven. Ja, dat is... Nou... En nog wat nat wordt. Maar, buiten in de regen. Oh, lekker hè? Zo. Ik heb laatst... Toen bedacht ik, dit is mijn fascinatie. Want ik heb toen weer 3 kwartier naar buiten staan kijken. Want het is toch een soort gokken. Probeer je ook gokken. Een foto te maken? Ja, ook. Maar daar ben ik mee gestopt. Want dat lukt niet. Nee. Tenminste, mij niet. maar het is ook een soort gokken. Want keek je naar de goede plek? Dat is het. Oh nee! Dat vind ik er ook heel leuk. Maar goed, ik ben wat dieper in onweer gedoken. Oh. Nou, en dan begin je toch op Wikipedia. Hou je vast. Onweer is een... Je moet even deze zin helemaal tot je door laten dringen. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Onweer is een cumulonimbus die gepaard gaat met elektrische ontladingen. Deze ontladingen zijn waarneembaar als een lichtflits, de bliksem, gevolgd door een scherp of dof rommelend geluid, de donder. Onweersbuien zijn wolken, daar komt-ie. Onweersbuien zijn wolken waarin een potentiaalverschil is opgebouwd door ladingscheiding. Het klinkt... Snap je? Alsof je een orgasme omschrijft. Een potentiaalverschil, een ladingscheiding. Een ladingscheiding. Nou, hoppa. Daar schuit de lading. dat is disgusting. Over het ontstaan daarvan bestaan dus meerdere theorieën. Men is er dus nog niet over uit. Nee. En de meest plausibele theorie is de theorie van... Hoe heet die man?
hoe heet die? God, wat? Ik kan het zo zeggen. Christopher, nee, die thermo... Ja, gewoon zijn achternaam. Wilson. De theorie van maar Wilson. Hans Barometer daar. Hans Barometer. En het is Barometer. En die heet niet Hans. Dat is, daar zit al het woord meter in. Dus dat is niet een achternaam van iemand. Nee, oké. Okay. Want hij woonde, de theorie van Wilson is dat de aarde dus negatief geladen is. Ja. En de luchtlagen boven ons positief. En dat er dus... Ik kan het niet. Ik kan het niet. Nou, bottom line is... We staan eigenlijk continu onder stroom. Want... over de hele wereld. Dit is uit de categorie... Wait, what? Over de hele wereld. Dit zijn echt leuke feitjes als het onweert. Neem die mee, lieve luisteraar. En onthou ze. En zegt dan niet, ja, er was iets met onweer. Iets met een paard. Nou, als hij op het standbeeld, weet ik niet. Over de hele wereld vinden er, naar schatting, voortdurend 1800 onweersbuien plaats. De hele tijd. Dus elke seconde zijn er tussen de 50 en de 100 blikseminslagen. Elke seconde. In de aardbol. Ja, maar dus er zit gewoon een laagje elektriciteit om ons heen. Ik vond dat wel... Nou, ik vond dat... Elke seconde, 100 bliksems. Ja, ja, ja. 21, 100 bliksems. Maar de 21 is groot, hoor. Ja, oké. Okay. Maar dus en dat het... laagje, ik vond het wel mooi om te zien. Zeker. Maar dus, want weten jullie hoeveel seconden er tussen de flits en de donder moet zitten? En dat je dan weet... Dat moet je tellen. Dat moet je telvragen, dacht ik. Dat moet je gewoon tellen. Ik weet het, zeg maar. Het is toch hoe korter, hoe dichterbij die is. Of dat zo? Is dat logisch. Dat is logisch. Maar je had zo'n trucje. Hoeveel seconden en dan maar al zoveel meter. Oh, dat wist ik niet. Dat weet ik niet. Kijk jij even aan. Ja, hoeveel meter? Ja. Kan ik het vertellen? Zeker, ga gaan. Super bedankt. Als je dus 3 seconden telt... Heb jij zo je HAVO-diploma gehad? Zo is hij afgereden. Hij zat gewoon rechts. Ja, dat zou ik ook doen. Schakel maar even. Ja, zo schakel ik ook altijd. Ja. Nou, dan denk ik dat ik geslaagd ben. Hé, ging snel. Hartelijk dank, Faisal. Dus volgende keer als het flitst, begin je te tellen. Ja. 3 seconden is 1 kilometer. Dus 1 seconde is 333 meter. Zo je wil. Dus 3 seconden, 1 kilometer. Dat kan je tellen. Maar jullie denken natuurlijk... Of ja, jij dacht voordat je dit wist, allemaal. Jij denkt natuurlijk ook... De bliksem gaat van de wolk naar de grond, toch? Ja. Nou, dat is dus niet... Nee. Dat is ook waar. Het is ook waar, hè? Het is waar. Ja, nee, ja, het is maar hoe het bekijkt. Nou, inderdaad. Want je hebt ook... in een wolk, dat zijn eigenlijk de meeste bliksems, die bevinden zich gewoon in een wolk. Dat noemen we intrawolk. Intrawolk bliksem. Maar je hebt ook wolk naar wolk. Dat noemen we... Export. Cloud to cloud. Cloud to cloud. Cloud to cloud. Cloud. Dan heb je cloud to air. En dan heb je zelfs, komt-ie, ground to cloud. Er is onweer die vanuit de aarde naar boven schiet. Oh. Ja. Nou. Maar dan regent het wel gewoon naar beneden. Ja. Ja. En dan gaat de bliksem via die regen omhoog. Nee. Nee, luisteraars. Alleen mijn informatie omtrent dit onderwerp is betrouwbaar. Van die andere twee is vaak comedy of een vraag. Maar het is niet. Het is inderdaad niet dat ze iets toevoegen. Ja, wel, nee, ze voegen heel veel toe. Maar dus niet. Het is vaak fake news. In een flits, ik moet opschieten, merk ik. In een flits kan het 30.000 graden zijn. In een flits. Oh. Om even aan te geven, de oppervlakte van de zon is 5.500 slecht. Als je bang bent voor onweer, heet dat brontofobie. Wist je ook, hè? Tuurlijk. Dat is een. Nou ja. Maar dan dat nog even twee fenomenen. Je hebt het
Sint Elmsvuur. En dat kennen we van welke film? Sint Elmo's Fire. Bij klasse, jongens. Oh, wat leuk. En dat is dus een lichtverschijnsel. Dan is een, want het gaat dus om de elektrisch geladen. De wolken zijn dan zo elektrisch geladen. Dat moet dan ontladen met iets, met een punt op de aarde. En sommige masten zijn zo hoog. En die zijn dan zo ongelooflijk geladen. Ja, zo'n seksverslaving. Nee, ja, maar precies. Eruit. Dat moet eruit. Het moet eruit, moet eruit, moet nee, eruit. Nee, dan ben je verslaafd, ben je verslaafd of zo. Nou, moet het er weer uit? Hey, ben jij flitsverslaafd, meneer de onweer? Het is zo sterk geladen dan. Dat heb ik ook wel eens gehad. ja, dat er dan positief geladen vonkjes uitkomen. En dat zien mensen als een vuurtje. En dat is Sint Elmo's Fire. Als het echt positief geladen is, dan uiteindelijk, weet je, 9 maanden later is daar een baby. Bam! Ja. Bam. Nou, en dan is er natuurlijk ook nog de bolbliksem. Die ken jij van Kuifje. Want ja. op een van de ja. kuifjes staat professor Zonnebloem. Zeven gestande bollen. Heel goed. Ja. Dat was de pubquizvraag. Maar dat is inderdaad op de 7 kristallen bollen van Kuifje. Dat album staat professor Zonnebloem. Die zit op een stoel en daar zie je een bol omheen. Dat vond ik vroeger toch altijd wel. Ik dacht, dat is iets geks. Maar dat blijkt dus echt te kunnen. En dat noem je een bol bliksem. En dat is een, vaak zo groot als een tennisbal. Soms als een voetbal. Maar sommige piloten hebben wel eens een bol bliksem gezien van een 30 meter doorsnee. En dat en die... is dus dat er een bal, en die kan dus, en daar snapt niemand iets van, want het is plasma, maar soms komt die door een ruit, bam, een kamer in. Het moet altijd in de buurt bij een inslag zijn, en dan kan die gewoon, bam, door het raam kapot maken en de kamer in. Maar hij kan ook het raam niet kapot maken en toch ook binnenkomen. En dan na een tijdje weer vertrekken. People don't know. Dus, in het kader van de X-Files, precies, de bliksem, de onweer, het zijn de aliens. U hoort het hier het eerst, dames en heren. Onweer is aliens. Chubby Rain. Chubby Rain. Chubby Rain. Ja, dit is geschreven in Bowfinger. Dat is een film. Steve Martin. Ja. Eddie Murphy. Eddie Murphy. En ze gaan een film maken. De accountant van Steve Martin, die heeft een film geschreven. Chubby Rain. Ja. De aliens, die zijn... komen in de regen. Ze hoeven helemaal niet zo groot te zijn. Nee. Ze komen in de regen. Chubby Rain. Hele briljant film. Nou, tot zover de educatie van deze podcast. Graag gedaan. Ik heb... Fijn om zo met jou te kunnen sparren. Ja, zeker. Heerlijk. Ik heb soms het idee dat we elkaars zinnen afmaken. Nee, heb ik helemaal niet. Ik heb het helemaal niet. Je herhaalt. Ja, ik haal. Wat? Ik wilde het hebben. Ik heb het de laatste keer gehad over Michael J. Fox. Dus ik zat ook weer wat dingen terug te kijken zo. En daar was onder andere Bright Lights, Big City, een goede film. En daar zat zijn vriendin, Amanda in die film, werd gespeeld door Phoebe Cates. Ik weet niet of jullie dat nog iets zegt. Nee. Phoebe Cates, een beetje poppengezichtje had ze. En haar laatste bekende film. Zij kwam echt uit die generatie van Sint Elmo's Fire. Dit was Drop Dead Fred. Oh ja, van Aten de Jong. Van Aten de Jong, inderdaad. Ja, ga je nu gebruik van maken? Andermans verhalen afmaken nu? Ja, nee, maar dat weet hij. Net zoals bij jou wist hij net ook heel veel. Ja, precies. Ja. Aten de Jong van Brandende Liefde. Jezus, ja. Een Vlucht Regenwulpen. En ook alweer... Brandende Liefde was laatst een vraag bij Oh Wat Een Jaar. En Peter-Jan Rens speelt hem. Ja. En de stem? Kees Prins. Ja. Omdat het schijnt dat Peter-Jan Rens niet zo goed teksten kon onthouden. En dus altijd maar een beetje aan het freewheelen was. En dat ze het script wilde volgen in de montage. En dat ze toen maar... Kees, kan je even die tekst komen inspreken? Dat krankzinnig. Als een soort buurman en buurman. Ja. Ja. Ja, nee, heel grappig was dat. In ieder geval, en Bombardement heeft hij nog gemaakt. Daarna heeft hij nog met Jan Smit. Ja. Maar in ieder geval, het ging om Phoebe Cates. Dat ik dacht van, wat is daarmee gebeurd? Wat is daar toch mee gebeurd? Nou, die is dus... je kan er ook nog kennen van The Kremlins.
voor mensen die de Kremlins kennen. Ik heb de Kremlins dus nooit gezien. Ja, als je de X-Files, dan moet je de Kremlins. Ja, dat zou zo... Maar die Kremlins, dat vind ik dan toch ongeloofwaardiger. Wat zijn ze? Nou, hey, hallo. Heb je, als je ze nat maakt, worden het er twee. Of wat? Meer. Nee, dan worden ze boos. En dat geloof je opeens niet. En ja, boos. Ja, ja. En daarvoor zijn ze heel lief. Het zijn lief en cuddly, maar ook gevaarlijk. Is het een metafoor voor seksverslaving? In ieder geval. haar laatste klus die ze gedaan heeft was in 2015. Deed ze een stem op een computerspelletje van Lego. Maar ja, daar zou je er hebben. En als je de oude foto van haar uitzoekt, dan denk je wel van oeh, wat leuk is die. Zij is gestopt met acteren. Precies. Ja, precies. Ja. Oh. Nou, misschien is ze heel gelukkig getrouwd. Ja, inderdaad. Met een hele bemiddelde man. Een hele leuke man. Kevin Klein. Oh. Van de Fish Called Wanda. Ja. Nou. Zij hebben elkaar ontmoet tijdens een auditie. En zij is uiteindelijk dus gewoon gestopt met het hele acteren. En hij niet. En zij is gewoon voor de kinderen gaan zorgen. En nou ja, zodoende. Maar in ieder geval, zo kwam ik weer bij Rick Mail. Wat is daar ook weer mee gebeurd? Van Drop Dead Fred. Die speelde in Drop Dead Fred en Rick Mail was van The Young Ones. The Young Ones, ja precies. Bij de VP, en Bottom. Ja, van de BBC. Ja, Bottom, Young Ones, New Statesman. Ja. En... Hij heeft natuurlijk met de Young Ones en met Cliff Richard die hit gehad. En hij, die is zo grappig, want de Young Ones was vroeger ook een film van Cliff Richard. Over jonge lui. Maar dat was een hele nette film. Nette boys, nette jonge lui die leuke dingen gingen doen. En daarom was die serie zo grappig gekozen om de Young Ones te heten. Want het was gewoon allemaal punk en het waren hippies. Vier jongens, één... in een pak die altijd schimmige zaakjes had. Ja, ja. Een hippie. Rick Mayall, die inderdaad gewoon... Ska-anarchist. Ja, precies, met een baret. Ja, maar met dan had je die baret. Echte punker ja, die had gewoon sterren in zijn voorhoofd ja, precies, geprint. Ja. En je had Neil. Ja, ja. Neil. En dat was de hippie die zo depressief was. Ik weet altijd nog de scène dat hij de keuken binnenkomt in het nieuwe huis. En dan zegt hij... Hi kitchen, I'm Neil. But you don't have to remember me, because I'll be dead soon. Omdat hij altijd zelfmoord aan het plegen was, ja. Wat nooit lukte, gelukkig. Ja. Maar, ja. En of linzensoep aan het maken was, ja. die dan weer omviel. En dan schraapt hij het met zijn mouw terug de pan in, vanaf de grond. En dan waren zij ook dingen in een gerecht, of niet? Ja. Dan werden zij opeens... Het was vrij heel absurd. Ja, als ingrediënten. Ja. En, zo heb ik dat ook nog een keer met gedaan. Met Bonaparte. Ja, ja. Dacht ik, oh wat leuk. Je kan natuurlijk ook gewoon een spersieboon spelen. Bam. Dus dat was echt super grappig. Maar ik wilde even dat, kan je die laten horen van Living Doll. Dat begin is zo legendarisch van hem. Want hij begint zo punk en dan komt... Ja. Hey kids, it doesn't matter what you are. Punks, skins. Bastards, mord, rockers, keep tipping. Eén shot ook. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're riding on the last freedom moped out of nowhere. And we haven't even told our parents what time we're coming home. Flesh. So, pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Ja, dat is wel heel lekker. Zo'n goede... Ook een beetje parodie eigenlijk maken op King Cliff Richard. Door de Young Ones te noemen. Ja, en ja. Dat hij daar... Weken op één dit. Ja, weken op één. Dat was zo grappig. Het was, en ook deze... Fight my soul. Ja. So fight my soul. Fine. Zo goed. Maar die Rick Bell, dacht ik, oh nee, maar die is in 2014 overleden. Ja. Ja. Na een stukje joggen, 56 jaar geleefd. Niet waar. Ja. I did not know. Ja, precies.
Toen dacht ik, goh, is ook wel jong gestorven. Cliff Richard. Die was toen al echt een stuk ouder. Ja. Nou, die leeft nog. Ja. Ja. Die zien we elk jaar bij Wimbledon toch weer, wordt hier wat weer in beeld genomen. Ja, en hij leeft in Portugal, Barbados en New York. Ja, keurig. Die driehoek. De driehoek. New York, Barbados, Portugal. Mooie driehoek. Ja hoor. Hij is 83 en hij was na Elvis en de Beatles de best verkopende artiest van Great Britain. Well done. Ja. Sir Cliff Richard. En nooit een vriendin, hè? Nooit. Hij was eigenlijk wel een beetje een soort Engelse Liberace. Ja. Altijd nog. Nee, ik heb de ware nog niet gevonden. Nee, precies. Oh ja? Ja. Zielig voor hem. Wat rot eigenlijk. Ja, was toch. Nee, hij wou niet toegeven dat hij voor het herenteam speelde. Nee, dat kon nog niet, want hij was een tieneridool. Maar nog niet, hè, geloof ik. Maar volgens mij doet hij het nog niet, nee. Nee, ik vond zelfs nog dat ik even ging googlen. Is Cliff Richard dan eindelijk verloofd? Ja, dat zijn de vragen die men aan Google stelt. Super grappig. In ieder geval, maar Cliff Richard, die trad op met de band The Shadows. En The Shadows kunnen we kennen van het liedje Apache. Oh ja. Du. Zit niet ook in een Tarantino? Du. Ja. Nee. Het Apache liedje is geschreven door Jerry Lorden. Dat was gewoon een producer. En die heeft 5 hits gehad in Groot-Brittannië. Deze heeft hij een keer tijdens een optreden van The Shadows op zijn ukulele voorgespeeld aan hun. En toen hebben zij gedacht, hey, dit is leuk. Dit gaan wij doen. Ja, en na die versie van The Shadows kwam er in 1973 een nieuwere versie. Ja. Namelijk, de Michael Vingers Incredible Bongo Band. Precies. Ja. En dat was deze. Lijkt wel bol. En dan kan je hem eigenlijk beginnen bij 1 minuut 47. En dat heb je gedaan. Nou, hier. Het lijkt wel afgesproken, dit. Wel, hè? Dat is toen. En dit is nu weer, want het is 50 jaar hip-hop. Mensen, het is 50 jaar. Is het alweer 50 jaar? 50 jaar hip-hop. En dit is de anthem. Ja. Deze bongo's, die zijn zo vaak gesampled in zoveel hip-hop tracks, nummers. Wat zei je? Kwakka's. Lieve kwakka's, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Ja. Voordat je stopt met luisteren, wat je niet moet doen, want luister tot het einde. Blijf altijd luisteren. Het is nu 6 oktober dat deze podcast uitkomt. Volgende week is het Tafkal Week. Rust Tafkal Week noemen. Tafkal, the artist formerly known as Lama's. Want we hebben op maandag, op dinsdag, op woensdag, op donderdag en op vrijdag een podcast. Iedere dag met Jeroen van Koosbrugge en Patrick erbij. Dus dat wordt een heel leuk weekje. Maak je borst maar nat en tel je winst maar uit. En waarom? 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 Ja. Weet je, luister maar gewoon. Komt nieuws aan, denk ik. Ja. Ja. Mooi gezegd. Mooi teasend. Ja, lekker teasend. Ja, zo onderhuidse tease. En dat betekent dat we de 13e een backstage hebben met onze vrienden Jeroen en Patrick erbij. Dus niet alleen 5 extra podcasts, gewoon om te luisteren, omdat het kan. Maar ook nog een backstage op de 13e. En dus met Patrick en Jeroen allemaal erbij. Allemaal. Ja, maar dus die 5 zijn voor iedereen te beluisteren. Ja. Maar die backstage, die met z'n 5 backstage, daarvoor moeten de mensen naar petjeaf.com/RubenTeilRuben. Inderdaad, en voor 2 euro's per maand krijg je 2 extra podcasts. En die doen wij de backstage. Hey! En we noemen de luisteraars ervan Sombreros. Voor dit moment zeggen we dank u wel. En wij hopen u graag snel weer uw oren te bespelen. Dus,
te streamen. Dit is typisch iets wat een seksverslaafde zou zeggen. Ja, dat bedoel ik ook. Dat bedoel spelen. Ik ook eigenlijk. Moet je ook af en toe zo die lauwwarme pis over. Nou ja, goed. Een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht verder. En graag tot een volgende keer. Save it for my chest!